Universiteit van Nederland. De afgelopen decennia zien we dat populistische partijen het steeds beter doen in de Nederlandse politiek. Waar in 2000 5% van de stemmers op een populistische partij stemde, was het in 2021 al 23%. Er zijn meerdere verklaringen voor de populariteit van populisme in de politiek. Denk aan globalisatie, toenemende economische ongelijkheid en botsingen in culturele waarden. Maar wist je dat slechte ervaringen op het werk ook invloed hebben op populistisch stemgedrag? Hoe dat zit, vertel ik je in deze video. Er is de afgelopen jaren echt heel veel veranderd op de arbeidsmarkt. Zo zijn er steeds minder mensen lid van een vakbond, waardoor hun onderhandelingspositie flink is afgenomen. Hierdoor is het nog belangrijker geworden voor werkenden om zelf op te komen voor hun rechten. Maar voor jezelf opkomen is steeds lastiger geworden. Er zijn nu minder werkenden met een vast contract, terwijl het aantal tijdelijke en flexcontracten hard toeneemt. Nederland is hierin koploper. 41% heeft een tijdelijk of flexcontract. Dit alles heeft geleid tot een zwakkere positie van werkenden. Wij onderzoekers denken dat mondigheid op het werk, oftewel voor jezelf opkomen, ook een vorm van politiek beoefenen is. Daarom onderzocht ik samen met andere wetenschappers of problemen op het werk je stemgedrag kunnen beïnvloeden. Dit deden we door duizenden mensen over een periode van 4-5 jaar vragenlijsten te laten invullen over problemen op het werk. Meer dan de helft van de deelnemers gaf aan dat ze in de afgelopen tijd een probleem op het werk hadden ervaren. Het meest voorkomende probleem was een te hoge werkdruk of stress met 33,2%. Andere veel voorkomende werkproblemen waren een te laag salaris, ontevredenheid over de werktaken of dat er te weinig doorgroeimogelijkheden waren binnen het bedrijf. Ook vroegen we de deelnemers of ze deze problemen met hun baas hadden besproken. Meer dan 2/3 van de deelnemers heeft het inderdaad gedaan. Vervolgens vroegen we hoe de leidinggevende hierop reageerde. Positief, neutraal of negatief. 44% van de mensen kreeg steun van hun baas. Hij of zij hielp ze met een oplossing zoeken. Of gaf zelfs een compliment voor het aankaarten van het probleem. Bij 42% van de deelnemers reageerde de baas neutraal. Hij of zij gaf een goede uitleg voor de situatie of zij weinig eraan te kunnen doen. En 29% werd tegengewerkt door hun baas. Denk hierbij aan een slechte beoordeling, ongunstige inroostering, lastige taken of het niet verlengen van een tijdelijk contract. Bijna 30% van de werkenden ervaart dus een negatieve reactie van hun baas als ze een probleem op het werk aankaarten. Ze voelen zich genegeerd, het zwijgen opgelegd of zelfs bestraft voor hun mondigheid. Tot slot vroegen we deze deelnemers of ze het eens waren met bepaalde populistische stellingen en wat ze bij de laatste verkiezingen hadden gestemd. Wat bleek? Mensen die in de afgelopen 3 jaar bestraft werden voor hun mondigheid en grote machtsverschillen op het werk onacceptabel vonden, waren het vaker eens met populistische stellingen. Ook stemden ze vaker op een populistische partij. Hoe kunnen we dit verband verklaren? Je kan je werkplek het beste zien als een soort politieke arena in het klein. Op het werk onderhandel je soms ook over tegenstrijdige belangen. Ook daar laat je je stem horen om voor je belangen op te komen. Je ervaringen in die kleine politieke arena op het werk leren je iets over die grotere politieke arena daarbuiten. Voel je je ongehoord op je werk, dan beïnvloedt dat of je je gehoord voelt in de samenleving als geheel. Negeren, monddood maken en bestraffen zijn bovendien nare ervaringen die stressvol en zelfs bedreigend kunnen aanvoelen. Hierdoor gaan mensen sneller zwart-wit denken. Er ontstaat een beeld van de machtige, slechte werkgever die tegenover de onderdrukte werknemer staat en die niet naar ze luistert. Dit zwart-wit denken wordt dan toegepast op de hele maatschappij. De machthebbers zijn slecht en corrupt en de goede burgers lijden hieronder. Deze zwart-witte blik op de wereld kan je zien als de kern van populistisch denken. Waar kan je populistische partijen aan herkennen? Populisten claimen namens het volk te spreken. De gemeenschappelijke vijand zijn de politieke machthebbers. De zogenoemde corrupte elite. U bent een elitair, afschuwelijk, verschrikkelijk clubje, maar de gemiddelde Nederlander heeft last van die gekkigheid van u. Volgens populisten moet de politiek de wil van het volk vertegenwoordigen. Hiervoor is een charismatische of sterke leider nodig. Voorbeelden van populistische politieke partijen in Nederland zijn Forum voor Democratie en de Partij voor de Vrijheid. Soms wordt het ook van de Socialistische Partij gezegd. Populisten hoeven dus niet per se rechtse partijen te zijn. Hoe kunnen we dit zwart-wit denken verminderen? Tegenwerking van leidinggevenden moet natuurlijk terug worden gedrongen. Maar we zagen ook dat lang niet iedereen problemen op het werk durft aan te kaarten. Zeker flexwerkers die baanonzekerheid hebben, houden vaker hun mond. Want wat als straks je contract niet meer wordt verlengd? Of je niet meer wordt ingeroosterd? Een andere reden om te zwijgen is omdat flexwerkers vinden dat ze er toch maar tijdelijk werken. Maar als jij weggaat, lost het probleem zich natuurlijk niet op.
Het blijft een probleem voor de volgende persoon op jouw werkplek. De meest voorkomende reden om te zwijgen is dat mensen vaak niet weten hoe ze hun problemen moeten aankaarten. En dat terwijl uit ons onderzoek bleek dat de meeste mensen die hun problemen met hun baas bespreken, juist een oplossing krijgen. Heb je een probleem op het werk? Dan loont het dus om dat aan te kaarten. Weet wat je rechten zijn. Lees je contract goed door en de cao die voor jou geldt. Zo breng je de machtsbalans weer in evenwicht. Werkgevers kunnen hier ook bij helpen door een werksfeer te creëren waarin iedereen zich vrij voelt om hun stem te laten horen. Zo kunnen problemen op het werk worden opgelost of worden uitgelegd. En kunnen we zwart-wit denken verminderen. Hey, wij zijn de Universiteit van Nederland. Dit is serious business. We bestaan 10 jaar en gaan dat vieren. Super fijn. Wil je live colleges volgen, vol met experimenten? Ja. We komen naar meer dan 20 theaters in het hele land. Ook bij jou in de buurt. Wat kunnen we eraan doen? Tickets zijn te vinden op universiteitvannederland.nl/theater. De mensen deden er alles aan om zo'n kaartje te bemachtigen. Tot dan, gezellig. Hecht jij veel waarde aan je sterrenbeeld? In de volgende werkplaatsaflevering leg ik je uit dat jouw sterrenbeeld waarschijnlijk niet klopt.